Yo mensen, Mark hier en welkom bij een nieuwe video van GTA. Vandaag doen we natuurlijk weer een Stroomberg race. Ik wil eerlijk gezegd, om tegen u te zeggen, binnenkort ook met kijkers gaan opnemen. De YouTube pagina. Maar ja, dat ga ik wel even kijken. Misschien dat ik daarvoor gewoon twee mensen vraag die ik al een tijdje ken. Dat zal waarschijnlijk Charles zijn en Dennis. Dus misschien dat ik hun vraag om een keertje mee te doen in GTA. Maar voor vandaag, we doen Stroomberg races. Als je leuke custom races hebt, je bent van harte welkom om een keer mee te doen. Ik heb daarvoor wel een teamspeak, maar die gooi ik er dan nog wel even een keertje in. Ho, sorry! Nou, we staan in tweede plek. Er race er voor mij niet heel veel mee. Nee, er race hier maar 6 mensen mee, dus het valt nog redelijk mee. In ieder geval, up, laten we doorgaan met racen. En verder. Oeh, dit zijn wel wat krappe bochten. Oh, en er zit er eentje in mijn slipstream. Ja, gelukkig hij is eruit. Mooi. Oh, moet ook door die looping? Ah, kak! Dat zien we wel, maar pas zo meteen. Ik was daar een beetje van de baan afgedonderd. Maar ja, oké. Okay. Oh ja, we moeten door die looping. Oh, lekker is dat. Gaan ik zo onder water waarschijnlijk. Dit is weer een andere race, want ik heb deze nog niet gedaan van de Strombergs. We gaan inderdaad het water in. Ik zie alleen nog niet zo heel goed waar ik rijd. Oké, okay, transformeren maar. Je gaat ook heel erg langzaam in dat water. Tjonge. Oh, oh, rots, rots! Oh, ik heb de checkpoint nog wel, dus dat scheelt. Daar fuckte ik het even een beetje op. Kon niet transformeren. Ik zat even met hem in de problemen, maar oké. Toch maar weer verder in het water. Deze races gaan zo langzaam. Hoeveel rondjes hebben we eigenlijk? Oh, het is een point-to-point race, dus het valt me mee. Ik lig keihard eerst, nu ik er 7 seconden voor. Dat is ook eens een keertje lekker. Scherpe bocht. Ik heb deze laag niet custom nog. Moet nog komen, maar oké. Oh, is dat water? Oh, inderdaad, nee. Terwijl voor mij hier wel water onder zit. Ja. Ja, nice. Oh. Over dat smalle bruggetje. Oh, geen trein alsjeblieft, geen trein. Oh.
Oh, we naderen de finish en die is gewoon echt in het water. En ja hoor, we fixen het. We worden eerste. Eventjes een andere scène doen. Oh, die weet ook niet hoe die weer terug moet. Ah, hij heeft hem gevonden. Mooi. Iedereen had hier een beetje moeite om terug te komen naar de gewone auto. Hup, eerste plaats. Lekker. Oh, dat is nog een flink bedragje dat we krijgen ervoor. En we zijn gelijk omhoog. Maar ja, dit was de eerste race. Op naar de volgende. De laatste race voor vandaag. We doen de deluxe race vandaag. Ik ga even kijken hoe dit werkt. Ik ben een beetje slecht met de deluxe, maar ja. Laten we in ieder geval proberen om vlot te krijgen. Ik hoop dat het met die automatische werking is. En anders pech. En dan blijft er een stilstaan bij de start. Dus dat is ook fijn. Altijd. We doen 2 rondjes sowieso. Dus even kijken of we alles snel kunnen doen. Oh, er crasht er eentje. En zo te zien moet ik eventjes de A-knop ingedrukt houden. Want dit is weer diegene waar je niet handmatig gaat. Oh. Ja, ik heb nu iets beter door dan de eerste keer dat ik dit deed. Zo te zien falen vele nog erin. Ik lig alweer 3 seconden voor. Op de tweede plek. Dus ja. Ja, ik begin mensen in te halen. Ik lig weer keihard eerste gewoon. Oh, hij gaat wel automatisch terug. Ja. Ik leg 21 seconden gewoon voor op de tweede plek. Dus ja, en ik heb geen... ik heb eigenlijk geen custom car. Ik heb gewoon een standaard wagen. En ja, zoals de meeste wel eens doen met toetsenbord, doe ik het gewoon met controller. Oh, nog netjes gedaan. Daar ging ik. Ik crasht even. Ik denk dat ik hier weer om ga vliegen. Yep. Ik heb dit voor mij wel gedaan, maar of ik het echt in een video heb gedaan, weet ik nog niet. Ik dacht volgens mij dat ik hem laatst buiten video een keer al gedaan. Nou ja, dat weet ik ook niet aan mijn kop. Oh, ik moet niet mijn wielen inklappen, want anders zink ik in het water. En ik heb nu geen Stromberg. Oh, eentje is ontploft.
Weet je, de mensen waar ik tegen race, die vallen wel mee. Laatste stukje gaan we weer vliegen. Ziet iemand de finish al? Of valt er nog wel redelijk mee waar we zijn? Oh, eentje liefd. We zijn maar met z'n drieën. Dat is jammer. Heb je ineens heel weinig mensen die meedoen. Zonder dat soms echt mensen midden in de game leven. Nou, ronde 2. Voor mij doen we weinig, want tja, ik krijg echt ver op u voor. Nou ja, de Deluxe is nu iets makkelijker voor mij te besturen. Ik had er in het begin wel problemen mee, zeg ik jullie alvast. Dus het werd een beetje chaotisch, chaos. Maar ja, het is wel voldaan. Niet te vroeg inklappen, alsjeblieft. Mooi. Even door die buis. Oh, we moeten nog even de hover mode gaan. Yep, dacht ik al. Oeh, nummer 3 ligt ondertussen al 1,5 minuut achter op mij. Zowat. En de andere 34 seconden. Ik moet wel zeggen, deze races zijn niet zo heel super. Maar ik schat dat GTA... Meestal is het eerst zo dat er Rockstar races zijn. En later laten mensen ook zelf races maken. Dat is standaard ook bij de vorige gebeurd. Maar ja, het zou leuk zijn als mensen deze races ook zelf kunnen gaan maken. Vanaf heden. Het is gewoon niet meer leuk dat ik zo ver voor lig.
Het inklappen doet hij wel vanzelf. Maar nu kan ik niet meer terug naar de andere modus. Bam, eerste. Nummer 3 zit hier pas. Waar is nummer 2? Gaan even kijken hoe de anderen het nog eventjes doen. Ah, daar zit hij hier al, dus die gaat zo finishen. Oh, hij valt een beetje. Is hij nou de checkpoint? Ah nee, denk ik niet. Is ook. Bam, weer eerste. Maar omdat er veel minder mensen waren, verwacht ik. Oh! Nou ja, laat ook maar. Ik heb te veel gelopen. Maar ja mensen, dat was voor deze video. Mocht jullie hebben genoten, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. En ik zie bij jullie weer bij de volgende video. Laters!